zijn daar heel blij mee. En het cold case team is er altijd nog wel mee bezig. Natuurlijk niet constant, maar als er wat binnenkomt, dan ze komen dan één keer in een jaar hier langs om alles door te spreken. Dus dat is voor ons gewoon een heel fijn gevoel dat Tanja niet vergeten wordt. Het is inmiddels bijna 24 jaar geleden dat de 18-jarige Tanja Groen na een gezellig avondje in Maastricht spoorloos verdwijnt. In die jaren houden Corrie en Adrie Groen altijd hoop op duidelijkheid over het lot van hun dochter. Maar keer op keer zit het tegen. Een in 2012 gevonden fiets blijkt toch niet van Tanja. En datzelfde geldt voor de botresten die in 2014 bij toeval ontdekt worden. Toch zijn de ouders van Tanja erg tevreden met de inzet van de recherche. Er was ook een paragnost die zei dat ze leefde in België. En die ging zo ver dat ze daar bij die mensen aangebeld hebben en dat vrouwtje op de foto genomen. En door een raam, want die liet ze niet binnen. En weet je, en dan gaan hun toch uitzoeken wat er nou van klopt. Ook nu komt er extra aandacht voor de zaak. Niet omdat er nieuwe aanwijzingen zijn, maar wel om mensen mee te laten denken. Ik hoop altijd maar, hoeveel keer is er niet na 4, 25 jaar dat er nog iets boven water komt van iemand? En ja, weet je, het was je kind. Het kan toch niet zo zijn dat je het nooit weet?